Oké, ben je er klaar voor? Oefening 1, de side squat. Komt-ie aan? 4, 3, 2, 1 en dan gaan we. Stap naar buiten en goed laag. Yes, we zijn begonnen. Begin rustig, regel je ademhaling. En weet je nog, belangrijk, billen in het midden houden. En belangrijk is ook, doe hem op je eigen tempo, hè. Dit is de eerste keer dat je deze workout doet. Dus mijn advies is ook, ga nog niet 100%. Want zorg eerst ervoor dat je de hele oefening vol kunt houden. Als dat lukt, dan ga je de volgende keer gewoon een tandje sneller, intensiever. Oké, ben je gevorderd? Hou je handen in de lucht, hè? En kom nog ietsje meer zakken. Oké, pak je rust. 20 seconden. Het is nog een makkie. Weet je hem nog? Oefening 2, de plank. Dus kom rustig naar beneden. Regel je ademhaling. 3, 2, 1 en kom omhoog. Hou je buik op spanning en breng om en om je been omhoog. Het beste kun je dat doen op de uitademing. Dus wanneer je uitademt, breng je been omhoog en probeer je ook de bilspier aan te spannen. Voor de gevorderden onder ons, pak hem met je knie naar de zijkant. Span goed je buikspier aan en doe hem vlak over de grond. Oké, blijf doorgaan. We hebben nog 6 seconden te gaan van de eerste ronde. Zijn er bijna. En de laatste. Oké, dit gaat goed. Lunches. Ik zei het al, we gaan hem een beetje variëren. Deze eerste ronde doen we hem nog zoals je bent gewend. Dus stap uit, zak naar beneden, kom omhoog en rustig terug. Stap uit, naar beneden, omhoog. Oké, komt ie aan. Let's go. Goed zakken. Yes. Ben je gevorderd? Pak er een gewicht bij. Ga door. Niet stoppen. Oké. En goed naar beneden. Nog even de aandachtspunten. Hou je rug goed recht. En zorg ervoor dat je zowel voor als achter een hoek van 90 graden hebt. In de knie. Oké, nog 15 seconden. Blijf doorgaan. Deze eerste ronde doen we het gewoon ietsje rustiger aan nog. Dat je even goed spanning hebt op de spieren. Dat je de juiste techniek te pakken hebt. En we gaan hem straks opvoeren hoor. Rustig aan. Oké, we gaan alweer naar oefening 4. Valt het mee? Wacht straks maar. Kom liggen. Oefening voor de billen en probeer je bilspier dan ook goed aan te spannen. Ga liggen en breng je hakken zoveel mogelijk naar je toe. Handen op de grond, komt-ie aan. Gaan we omhoog. Hij hoeft niet snel, maar wel volledig omhoog. Maak je bewegingsuitslag groot. En wil je hem zwaarder maken, pak dan een gewicht. Of breng je handen omhoog. Dan maak je je steunvlak kleiner. En wordt hij ook zwaarder. Oké. Concentreer je alleen op het aanspannen van je billen. En hou de spanning ook even vast boven. Je mag de grond wel voelen, maar niet uitrusten, hè. Blijf doorgaan. Goed omhoog. Come on. Rustig terug. Oké. Gaan we. Oefening 5. We gaan een beetje springen. Jumping jack. Oh jongens, hier is het echt bloedheet. Ik weet niet hoe het bij jou is. Maar goed, een beetje zweet is niet erg. We gaan springen, komt-ie aan. 2, 1, let's go. Begin met een kleine beweging. En als dit goed gaat, dan ga je beweging wat groter maken. Yes. En een beetje power erbij. Oh ja, en dit is leuk hè. Bedenk je dat dit leuk is. Als dat niet zo is, zeg het gewoon vaak genoeg tegen jezelf. Dan ga je het vanzelf geloven. Hou vast. Come on. Nog 14 seconden. Ronde 2 gaan we dit een stukje sneller doen. Regel je ademhaling. En span die spier aan. Kom op. Voor de gevorderden, eventueel 2 gewichtjes. Oké, pak je rust. Oefening 6 alweer. De monkey. Waarschijnlijk een nieuwe oefening voor je.
Weet je nog de belangrijkste aandachtspunten? Je handen onder je schouders. Je ellebogen uit het slot. En belangrijk, je billen goed in het midden houden. Let's go. Daar gaan we. En misschien lukt dit nog niet, maar dan hou je de beweging gewoon wat kleiner. En als dat goed gaat, dan ga je veel meer naar buiten. En dan ben je eigenlijk bijna al een soort van het breakdancen. Oké, ga door. En probeer het tempo nog iets op te voeren. Kom op. Je voeten echt helemaal aan de zijkant van je handen. Ga door. We hebben nog 15 seconden. Maak je beweging groter. Come on. Push yourself. Blijf doorgaan. Nog 4, 3, 2, 1. En rust. Oké, zweet je ook zo. Goed drinken tussendoor. We gaan door, hè? Nog 2 te gaan. En daarna heb je even lekker 2 minuten rust. Oefening 7. Rocky Balboa. 4, 3, 2, 1. We gaan dribbelen op de plaats. En daarbij ga je stoten. Als je dat nog niet bent gewend, begin gewoon rustig. En ga je bewegingsuitslag steeds iets groter maken. En ook iets intensiever. Oh ja, ben je gevorderd? Dan wil ik die knieën omhoog zien. Yes? En dan ga je wat sneller. En probeer hem vol te houden. En beeld je maar in. Je bent een profboxer. Come on. Hou vast. Hou vast. Regel je ademhaling. Hop, misschien iets hoger. Yes? Doe een beetje gevaarlijk kijken. Come on. Hou vol. Oké. Pak je rust. We zijn alweer bij de laatste oefening van de eerste ronde. Burpees. I know. Niet de leukste oefening voor sommige mensen. Maar het is te vaak je hem doet. Als het leuker wordt. Promise. Komt ie aan. En we gaan het volledig doen. Helemaal op de grond. Go. Dus naar beneden. Handen los. Omhoog. En je mag een klap geven. Naar beneden. Handen los. En omhoog. Doe hem nog wat rustiger. Zodat je mee kunt doen. Ben je gevorderd. Haal hem in, hè. En ga sneller. Oké. Naar beneden. Hop. Push up. Naar beneden. Kom op. Ben je gevorderd. En door. Blijf lachen. Je mag best wel hard klappen. Dat de buren ook weten dat je weer aan de slag bent. We zijn er bijna 5 seconden. Kom op. Hop. Laatste. En pak je rust. Goed gewerkt. Even 2 minuten. Niks doen. En dan gaan we weer volledig aan de slag. Zo. Oké, ben je klaar voor de volgende ronde? 2 minuten zijn zo voorbij, hè? Dan gaan we, hoor. 4, 3, 2, 1. Side squat. Let's go. Stap. En goed naar beneden. En ga door. Yes. Pak hem weer rustig op. Want we eindigen niet rustig. En nog steeds, hè. Ga door. Goed de billen naar achteren. Ik doe hem rustig voor, maar als jij hem sneller kunt doen, ga je sneller door. Dus let op. Billen goed naar achteren. En ook goed laag. Oké. Ga door. Niet stoppen. Als het lukt, mag je een gewicht bijpakken. Of handen omhoog. Oké. We gaan het tempo iets omhoog gooien. Laatste. Oké. Naar de plank. Rustig naar beneden. Regel je ademhaling. Op dit moment heb je rust. Het is niet lang, maar pak je rust. Komt-ie aan. Knieën van de grond. En spanning op de buik. Hou vast. Ik was te vroeg, maar dat is niet erg. Beetje extra. Oké. Misschien deed je hem al. En anders probeer je om en om je been omhoog te brengen. En telkens uitademen. En ben je gevorderd? Knie zijwaarts over de grond en span je buikspieren goed aan. Kom maar. Hou vol. We hebben nog 10 seconden te gaan. Blaas uit. En de laatste. Oké, nog één dan. Oké.
oefening 3. En ik zei al, we hebben een variant. Een variant op de lunge. Niet heel veel anders, maar wel een uitdaging. Wat we gaan doen, is we gaan naar achteren stappen. En daarbij komt het dus aan op een beetje vertrouwen dat je ver genoeg naar achter stapt. Komt ie aan. Stap naar achteren, zak naar beneden en ga door. Oké, als dat goed gaat, dan mag je een gewicht erbij pakken. En het kan van alles zijn natuurlijk. Misschien heb je wel veel boodschappen gedaan vandaag. Een zware zak appels. Misschien wel je kind. Doet die ook gelijk mee. Of iets anders. Dat laat ik aan jou over. Maar maak hem zwaarder als het kan. En als het goed gaat. Nog 12 seconden. Rechterrug. Goed naar beneden. Heerlijke oefening voor de benen en de billen. Oké, pak je rust. Ga weer lekker liggen. Nog meer spanning brengen op de bilspier. Dus kom liggen. Let erop. Je voeten zo ver mogelijk naar je toe. Hoofd is ontspannen. En je gaat straks zo ver mogelijk omhoog. Zoek maar op hoe ver je kunt komen. Beginner, hand op de grond. Gaan we. En rustig zakken. Goed omhoog. En rustig zakken. Hou ook je buik op spanning. Gaat het goed? Handen omhoog. Of eventueel een stang. Of een kettlebell. Of iets anders. Goed omhoog. En blijf alleen maar concentreren op het aanspannen van je billen. Al het andere mag je even vergeten. Goed omhoog. We zijn er bijna. 5 seconden. En de laatste. Oké, super. Alright, we gaan weer een beetje springen. Kom op. Topfit, net alsof. We gaan jumping jacks doen. En kies je eigen grootte van je bewegingsuitslag. En eventueel pak je gewoon 2 gewichten erbij. Oké, dan gaan we. Hè? Komt ja. En blijf goed die spieren aanspannen. Misschien kijk ik af en toe een beetje serieus. Maar het is ook heel serieus. Je hebt een doel, toch? Wat was het doel ook alweer? Ja, precies. Ga maar wat harder. Ga maar wat sneller. Kom aan. We zitten in week 2. En we gaan voor zo goed mogelijk resultaat. Wil jij toch ook? Je geeft er nu op. 10 seconden. Kom aan. Hou vol. We zijn er bijna. En die laatste. Oké, goed gedaan. Oefening 6 inmiddels. Oeh, de monkey. Misschien gaat hij goed, maar misschien is het nog wel een beetje een uitdaging. Komt ja. 5 seconden. 4. Let op, hè. Handen onder je schouders, ellebogen uit het slot. 1 been ernaast. Begin klein. En als dat goed gaat, dan maak je je beweging gewoon wat groter. Maak maar groter. Ga maar sneller. Kom aan. Goed naar de zijkant. En door. En door. En je billen zo min mogelijk bewegen. En dan zeg ik, je bent bijna een breakdancer. Blijf doorgaan. Nog sneller. 18 seconden. Kom op. Hou spanning op de buik. Ga door. We zijn er bijna. Nog 10. Nog 8. Nog 6. 5. 4. 3. 2, 1 en pak je rust. Top. Ronde 3 gaan we nog ietsje moeilijker maken. Oké, oefening 7. Weet je hem nog? De Rocky Balboa. Pak je rust. Adem even goed uit. En we gaan boksen. We gaan boksen en dribbelen. Komt ie aan. Go. Dribbel op de plaats en stootbaar naar voren. En als je meer resultaat wilt, dan wil ik die knieën omhoog zien. Als je nog meer resultaat wilt, dan wil ik echt zien stoten. Come on. Laat dan zien hoe graag je het wil. Hoe graag wil je resultaat boeken. Is dat alles? Come on. Harder. Go. Kom op. Ho. Nog 10 seconden. Niet opgeven. Niet opgeven. Hou vast. Totdat de bel gaat. Come on. Come on. 4, 3. 2, 1 en pak je rust.
Goed gedaan. Ik zag het. Laatste oefening. Die wordt zwaar als je veel hebt gegeven. Maar we gaan kijken wat er nog in zit. Want hierna heb je weer 2 minuten rust. Burpees, are you ready? Naar beneden, weet je hem nog? Helemaal, handen van de grond. En omhoog, een klap voor de buren. Oké, gevorderde met push-up, hè. Omhoog. Kom aan. Yes. Hou vol. Goed omhoog. Ik hoor je niet. Oh ja. Klap. Kom aan. Netjes. Hey, beginner. Voorzichtig, hè. Naar beneden. Rustig je handen los. En stap weer rustig omhoog. We hebben nog 6 seconden. Kom aan. Laatste. Oké. En pak je rust. Super goed gewerkt. 2 minuten rust. Ik zie je zo. Oké, jongens. Ronde 3. Top dat je er nog steeds bent. Ik ga hem aftellen. 4, 3, 2, 1. Side squat. Let's go. Dit is de laatste ronde alweer. Van vandaag. Oké, ga goed zakken. Misschien weet je het al, misschien ken je me, misschien heb je wel eens een training bij me gevolgd. Dan weet je wat ik zeg, hè. Laatste ronde is de beste ronde. Daar gaan we. En als het niet gaat, dan doe je gewoon net alsof. Dat doe ik ook wel eens. Kom maar, goed zakken. En misschien een stapje hoger. En als je het moeilijk wil maken, hou je handen dan in de lucht. Je voelt gelijk dat het zwaarder is. Misschien met een klein sprongetje zelfs. Kom aan. Laatste 5 seconden. Je bent er bijna. Je doet super goed. Oké, pak je rust. Oefening 2. We gaan hem steeds wat moeilijker maken. Rustig naar beneden. Zorg dat je de oefeningen volhoudt. Naar de plank. 5. 4. 3. 2. 1. Knie omhoog. En kom maar. Hou vast, hè. En wat je gaat doen? Maak je ademhaling lang. En tegelijkertijd span je je buikspieren aan. Dat is extra moeilijk, of extra uitdaging moet ik zeggen, om tegelijkertijd je buik aan te spannen en je billen. Oké. Oh ja, ben je gevorderd? Knieën vlak over de grond. En ik wil spanning op die buik hebben. Kom op. Neem je doelstelling in gedachten en doe met me mee. Kom aan. Misschien niet sneller. Pak hem op. Ik weet het, het is de eerste workout. Dus voluit hoeft nog niet, maar bel er tegenaan. Kijk wat je kunt geven. Oh ja, oefening 4, lunges. Een variant wat we gaan doen, is we gaan een beetje naar de zijkant stappen. Ja, dan wordt hij nog iets moeilijker. Als je daar naartoe bent natuurlijk. Als het nog niet gaat, doe hem dan rustig voorwaarts. Dus stap een klein beetje om en om naar de zijkant. Eventueel met gewicht. En eventueel met heel veel gewicht. Kijk wat je aan kunt. Maar misschien is het verstandiger om eerst even de workout af te maken. En dan te vragen aan je spieren morgen. Hey, hoe gaat het? Hoe gaat het nu met je? Als dat goed gaat, dan doe je de volgende keer gewoon een standje erbij. Wat ik me nu eigenlijk afvraag, is sta je alleen? Of doe je hem samen misschien met je partner? Misschien met je kids? Help elkaar er dan doorheen, hè? Oké. Okay. Goed bezig nog steeds. Oefening 4. Voor de glutes. De billen, de gluteus maximus. Dat is de grootste spier in het lichaam. En die is van origine een beetje lui. Die moet je altijd een beetje wakker schudden. Dus doe dat door hem goed aan te spannen. Komt je aan. Helemaal omhoog. Knijp in de billen. En rustig terug. Wat sneller omhoog. En rustig terug. Rustig terug. Eventueel met de stang. Als je echt ronde billen wilt. Stevige, sexy, ronde billen. Gebruik dan gewicht. Gebruik dan gewicht en zet je voeten zo ver mogelijk naar je toe. Denk alleen aan die strakke, ronde billen. Goed omhoog. Span aan bovenin. Nog 5 seconden.
bent er bijna. En pak je rust. Pak je rust. Oh, ik was te snel. Weet je hem nog? We zitten op de helft van de derde ronde. We gaan een beetje springen. En proberen het tempo omhoog te gooien. Daag jezelf uit. Of eigenlijk, ik daag jou uit. Ik daag jou uit om mee te doen. 3, 2, 1. Let op, komt ie aan. Jumping jacks. En hoe stuk je ook zit, hoe zwaar het ook is, hoe verstuurd je ook bent, of hoe besneed je ook bent. Het belangrijkste, blijf lachen. Blijf lachen. En zeg tegen jezelf, I like this. I like this. Hou vol. Misschien iets intensiever. Come on. Tempo omhoog. Tuurlijk wel. Come on. En ik doe met jullie mee, hè, deze 30 dagen. Want we gaan voor maximaal resultaat. Misschien heb je een leuke vakantie gehad. En moeten wat extra kilo's eraf. We gaan het doen. Okay. Goed gedaan, pak je rust. Maak je ademhaling lang. Adem diep in. En goed uit. Adem diep in. En goed uit. 3, 2, we go for it. The monkey. Let's go. Kom op. Spanning op de buik. Laat zien. Ik wil dat je wat verder gaat. Dus echt van rechts naar links. Maak een grote beweging. Come on. Tandje erbij. Go. Hoor je de muziek? Spanning op de buik. Kom op. Als het niet gaat, doe je hem een kleiner. Als het goed gaat, pak je de volledige beweging. Maak hem af. Maak hem af. Nog een tandje erbij. Je bent er bijna. Nog 6 seconden. 5, 4, 3. Super. 2, 1. Oké, goed gewerkt. 1 na laatste oefening. Dit is een van mijn persoonlijke favorieten. De Rocky Balboa. Met op je ademhaling. We gaan samen alles geven. Alles geven. Oké, ben je klaar voor? Dribbel op de plaats. Kom maar. En ik wil die handen zien. Maak een vuist. Maak een vuist. En naarmate de tijd vordert, gaan we hem iets intensiever doen. Gaan we de knieën omhoog brengen. Het laatste stukje. Mijn teken, gaan we je voluit. Nu, go. Kom op. Go. Hou vol. En ik zei je, blijf lachen. Kijk of dat lukt. Hou vast. 15 seconden nog. Kom op, kom op, kom op, kom op. Go, go. Hou vol. Knie omhoog. Goed zo. Laatste stukje. Come on. En pak je rust. Je hebt het verdiend. Oké, jongens. De allerlaatste oefening van deze workout. Burpees. Ik wil dat je voluit gaat. En ik wil dat je voor jezelf telt hoeveel jij er kunt maken in die 40 seconden. Laat zien. Komt ie aan. 2, 1, go. Tel hem voor jezelf. Tel hem voor jezelf en geef alles. Maak hem volledig. Zo ja. Kijk hoeveel je er kunt maken. Ik daag je uit om steeds één meer te doen. Om je beweging groot te maken. Kom op, ga door. Go. Klein stukje nog. We moeten je ook alweer naar beneden. Volledig zakken en omhoog. En voor de buren die klaar. Kom maar, push up. Go. Hou vol. En door. Nog 10 seconden. Helemaal omhoog. En helemaal naar beneden. Op de grond. Woe. Come on. Go. Yes. Goed gewerkt. Echt waar, je mag jezelf een schouderklopje geven voor deze tweede workout. Top, zie je snel.